Hey iedereen, welkom terug bij mijn tweede aflevering van mijn Nederlandse Minecraft LP op het Mega Minecraft kanaal. Ik verliet de laatste keer in mijn huisje toen het donker was. Ik heb even de tijd even uitgezeten tot het dag werd om door te kunnen gaan met de LP. En natuurlijk zit er een creeper. Sorry dat ik een beetje buiten adem ben. Ik heb net even snel hierheen moeten komen rennen, dus ik probeer even snel op aan te komen. En holy, dankjewel. Dus ik word aangevallen door al die creepers. Ik ga waarschijnlijk niet dood, want ik overleef het gewoon. Ik zie daar twee meer daarachter. Ik heb eigenlijk geen zin om te gaan. Oh god, er komt nog eentje achter me aan. Oh shit. Perfecte start van de dag, hè, pig. Laten we even snel voor jouw vlees vermoorden en laten we snel proberen van weg te komen. Dus ik wil vandaag naar dat eiland daar naartoe gaan. Ja. Ik wil je toch bedanken voor de positieve feedback laatste aflevering. Mijn eerste aflevering vond ik wel toch wel geinig om te zien dat jullie hier wel van genieten. Van deze let's play so far. Het is pas even één aflevering, maar jullie genieten er blijkbaar wel van. Nou, het is toch al aardig dag. Dat is wat minder. Ik dacht dat ik het toch iets vroeg had gemaakt. Ah, boeien. Laten we snel deze eiland toe zwemmen. Dan ga ik eventjes die reeds hier. En ik ga die big daar waarschijnlijk nog eventjes afmaken voor zijn ham. En dan verlaten we onze mooie zandsculptuur daar. Wat het ook mogen zijn. Ja, eventjes dat pakken. Even kijken of deze eiland iets is. Want misschien zit hier wel helemaal niks. Geen ene cave of wat dan ook. Dus ja, even dit weggraven. Geef mij uw vlees. Zo. Maar zo, dit is een klein eilandje. Dat wel even dat het iets groter was. Die kan nog altijd daarin gaan. Dat is eigenlijk, denk ik, wat ik waarschijnlijk ga doen. Ik ga even kijken of hier iets van interest zit. En anders loop ik gewoon snel door. Even kijken of hier iets leuks zit. Nee, gewoon een mooi inhammetje. Cool, perfect. Volgens mij is het gewoon een val. Een van de creeper komt zo meteen boven op mijn hoofd vallen. Maar dat maakt niet uit. Nou, doe ik het alweer. Ik heb geen schop gemaakt, of ik heb geen pickaxe gemaakt, dat is een beetje raar. Natuurlijk is mijn workbench net opgeblazen door een dinges, een creeper. Ik moet even snel een nieuwe maken, die moet ik ook weer met mij meenemen zo meteen. We gaan even snel deze call pakken. En natuurlijk komt iemand op Skype online, perfecte timing. Ik zal het eventjes, volgende keer zal ik even Skype moeten uitdoen. Anders gaat het natuurlijk ook best wel irriteren. Zo, nog even deze pakken. Of gewoon met fraps in het vervolg filmen, maar ja. Daar heb ik niet heel veel zin in. Om met fraps ook nog aan moeten lopen kloten. Dus even al deze kool pakken. Wat toch nog best aardig veel kool is, kijk dan, wauw. En dit is voor mij het laatste beetje. En weer 16 kool. En ja, als jullie zien dat ik weer de hele tijd op escape druk. Ik heb heel veel Terraria gespeeld de laatste tijd. Met wat mensen en ja, het is allemaal gek. Dus als ik heel vaak op escape druk, dan is dat gewoon daardoor, dan weet je niet waarom ik dat doe. Zo. Laten we hier op eens klimmen. Even snel kijken of hier nog iets interessants zit, anders ga ik naar die andere eiland. Meer reeds? Nee, een bloem. Niet zo heel veel interessants dus ik ga even wat leer halen van deze koeien. En het begint te regenen. Perfect. Zo. Vind ik toch wel een geinige toevoeging hoor, aan Minecraft het weer. Het is irritant zo nu en dan, maar het is wel geinig. Of zal ik naar dat eiland? Ik ga denk naar dat eiland toe, het ziet toch wel iets belovender uit. Nee, dat is toch geinig dit. Je ziet een beetje kijken naar al deze geinige zandstukjes en al die gaten erin. En ik vind het geinig. Een van de wonderen van Minecraft is toch goed dat allemaal zo kan genereren. En ik hoorde een zombie. Dus of dat is omdat ze begonnen te spawnen omdat het regende, of omdat er hier een cave zit, we zullen het niet weten. We zullen het nooit weten tot ik hem vind. Ik zal eventjes moeten rondkijken dan. En meestal even deze kool pakken, eventjes goed een goede voorraad kool maken. Zodat we toch een goede voorraad hebben. Zullen we eens even kijken. Ik hoor hem over hier. Oh, kijk! IJzer. Een van de dingen die we echt nodig zullen hebben voor onze reis naar de Nether. Ja, ik hoor je wel. Een zombie. Waar ik ook mogen zitten. Zal waarschijnlijk wel ergens hier in een cave zitten.
En kijk nou, het kool dat we toch kunnen verzamelen. Wij zullen voorlopig geen kool nodig hebben. Tot ik hier allemaal toortjes van ga maken en het allemaal verspil. Perfect. Ja. Dus even dit allemaal wegmaaien. Ik wil de kool pakken. Zo. We hebben bijna allemaal en zo. Zombie. Waar hoor ik jou toch, zombie? Laten we de zombie maar negeren dan. En kijk, een waterval. Regen. Even naar de waterval toe gaan. En is dit een cave? Oh, we hebben een cave gevonden. Ik denk, ik ga eerst even wat... Ik ga even die waterval uitkijken. Even bekijken. En dan ga ik even... wat voorbereidingen maken dan voor die cave. Dan gaan ze op die cave in. Al zijn we heel erg onprepared. Om er binnen te gaan. Ja, een kip daar. Toortjes ook. Ik heb nog toortjes voor de nacht. Crafting table. Of zullen we wachten? Weet je, ik ga naar binnen. Ik kijk even of ik wat eieren kan vinden. En dan ga ik weer naar boven. Of het is gewoon een dead end. Ah, dit is wel gelukkig ijzer. Dan vinden we dat toch wel mooi. Kijk. Nooit licht naar beneden graven. Daar komen de meest ongelukkige dingen van. Vertel mij maar, ik heb wel ervaring mee hoor. De ongelukkige graafpartijen. Oeh. Niks aan. Dan hebben we een trapje naar boven. Of nog net niet. Dankjewel. Nog steeds niet. Waar leidt dit naartoe? Of is dat gewoon een... Oh, hebben we nog een rondje gemaakt? Oh, goh. Nou ja, helemaal verwarrend. Even kijken. Waar gaan we heen? Dan gaan we toch naar boven. Dan stem ik toch voor dat we een klein huisje hier gaan maken. Voordat het nacht wordt. Want vorige keer begonnen we veel te laat. En ik kan de zon niet zien. Ik weet niet precies hoe laat het is. Yeah. Laten we even snel deze dingen kapot maken. Zo, dan hebben we dat toch. Kijk al die verzameling. Zo, dat valt die hout. Verzamelen, hè. Zullen we een mooi huis kunnen bouwen zo meteen. Oh, kijk, Danny komt al aan. Online, perfect. Ah, ik moet hem toch zo straks wat gaan verzenden. Deze aflevering. Ja, ja. Zo. Even dit hout pakken en zeggen, ik wil zeggen dat we klaar zijn. Dit is... Vorige keer hadden we ook een hele stapel hout hier van 20 houtblokken. En toen hadden we ook niet genoeg. Ik zit aan te denken om mijn huis nog iets groter te maken deze keer. Ik wil ook even wat uitproberen. Wat soort van figuren. Eigenlijk niet figuren, maar soort van bouwstijlen. Soort van. Dus de laatste keer. Ik weet niet of dat. Nee, dat heb ik nog niet gedaan bij mijn andere huis. Dus ik ga het ook niet veel klappen. En wie weet, misschien wordt het wel heel lelijk of zo. Dus ja. Even dit pakken. En dan zijn we klaar. Al dit hout pakken dan. Ik wil toch nog één keer één boom pakken en denk dat we klaar zijn voor vandaag hoor. Zo. En moet ik even een plek vinden waar we het huis gaan maken. Dus we moeten kijken. Laten we deze saplingen pakken. Die saplings. Mooie waterval over daar. Misschien zie ik nog wel wat ijs in de wanden hier of zo of kool. Nee, en blijkbaar niks. Oeh, ik zie er heel veel zand. Ik zie er heel veel zand. Sedden bij je misschien? Netjes, nee. Oeh, een gat in de cave. Dat gaat leuk worden. Laten we kijken of we hier naar boven kunnen. Kijken of dit enigszins iets leuks is. Watch the creeper, drop on my head. Oh, geen creeper. Ah, het is gewoon een kleine... Ah. Weet je wat? Ik ga mijn huis hier bouwen. Ja. Ja, ik ga mijn huis hier bouwen. Mijn huisje. Moet ik ook even een bed zien te regelen. Die kan ik... maken, maar ik heb liever toch nog wat witte wol ervoor nodig, dus
Oh, ik zie de zon volgens mij ondergaan. Dus, oh, snel bouwen, 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 bouwen. Snel al deze dirt wegkrijgen. Ik wil niet te laat weer beginnen. Oh god, het wordt alweer donker. Het wordt alweer donker, jongens. Het was niet zo schrik. Oh! Pff. Weet je, ik vergeten ben? Ik ben vergeten die pompoenen te halen. Creep! Oh, je zit daar dan creeper hoor. Goh, ik ben vergeten die pompoenen te halen. Danny komt weer online. Hou op met online komen, Danny. Je bent de hele opname aan het verpesten. Nee, joh. Nee, dat zou ik ook nooit zeggen. Dat zou ik nooit zeggen, hoor. Cobblestone, want... Zo. Huh. Zie, ik kan hem uitzetten. Ik kan hem uitzetten deze keer, maar natuurlijk moest ik hem weer door een misklik aanzetten. Ja. We gaan het eventjes zo doen. Ik ga even snel een buitense lijn maken. Met hout, gewoon om even een idee te krijgen van hoe lang ik het wil hebben. Zo, denk ik. Yo. Een beetje wat ik moet doen. Ik vind het gewoon geen goed dat ik toch te laat begin, maar dat ik toch allemaal in deze tijdnood kom. Dus ik hoop dat dat een ding is wat ik weet af te leren. Een gebruik dat ik weet af te leren. Of een habit. Een Nederlandse woord daarvoor is iets geinigs waarschijnlijk. Een habit. Dit probleem heb ik ook af en toe, dat ik niet weet wat het Nederlandse woord voor iets is, weet je. Denk van, oh, je bent in Nederland, je weet waarschijnlijk al die Nederlandse woorden. Daarover. Niet echt, nee. Dat komt waarschijnlijk gewoon met de leeftijd. Maar het is toch ook echt nergens op. Dat komt waarschijnlijk met de leeftijd. Oh, daar staat helemaal nergens op. Oh, dat wordt donker. Ik zet even wat toortjes op. Dat jullie tenminste een beetje kunnen zien wat ik allemaal aan het doen ben. En ik heb het gevoel dat ik niet weer, dat ik weer niet genoeg hout heb. Wat best wel logisch gaat lijken. In mijn ogen nogal logisch is eigenlijk. Oh, hallo. Oh, creeper. Kan ik de creeper hierheen leuren? Ja, kom op creeper. Je kan het. Je kan het. Ja, kom op meneer creeper. Je kan het, kom. Ja, ja. Kom. Kom deze kant uit. Ja, kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Spring. Nee, 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 nee. Nee, deze kant. Kom. Kom op, je kan het wel. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, kom. Beetje, ja. Beetje hoofdschud. Ja. Kom hier. Kom hier. Nee. Je komt niet. Oh. Oh, je komt. Oké, okay, jullie komen met mij mee, jullie... Ah! Noobs. Zag je hoe ze trickten? Zag je dat? Zag je hoe mooi dat was gewoon? Wauw. Oh, now you're just becoming cocky. I know. God damn it. Laten we even nog deze hout als een soort van dak maken. Wauw, dit is onze tweede achter elkaar niet afgemaakt huis voor de nacht. Ik schaam mij. Wat vind je trouwens van mijn skin? Zelfgemaakt. Duh. Iedereen niet. Waarom moet ik dat nou weer zien? Oké, laten we iets proberen. Ik gebruik gewoon half wit wol en half grijs wol. Voor de plus. Oh. Eentje, ik kan denk ik wel de hout hier vandaan halen. Ja, zie je. Zo. Ik hoor het donder. Perfect. Neem deze en twee die. Beetje hier van doen. We hebben een bed. Hoppakee. Dat bed zetten we hier. Hier neer. En... Wat tussen. En voor de een of andere reden heb ik dit even uitgeknipt. Maar jongens, ik zie alweer dat we al te veel tijd hier aan het verspild hebben. Dus ik zou jullie moeten... Ik neem afscheid en ik zie jullie de volgende aflevering weer. Tot ziens.